Kijkers en luisteraars, een vaart goedenavond. Welkom bij SBS Reports van zaterdag 16 november. De binnenlandse berichten. De Missionary Society van de African Methodistic Episcopal Church, AMEC, Ikeri, voert elk jaar een sociale project uit. Volgens de president van de Missionary Society is de kerk dat elk jaar verplicht aan de gemeente om iets sociaals te doen. Voor dit jaar is dit project vandaag uitgevoerd. Gekozen is om de senioren burgers van het bejaardencentrum Rust en Werk een beetje te verwennen. Naast het schenken van een pakket bestaande uit reinigingsmiddelen, is er ook voor de bewoners van het tehuis gekookt en is een hand geboden bij het toedienen van de maaltijd aan de bewoners die het niet zelf kunnen. We zijn begonnen normaliter met onze devotion. Dat wil zeggen zang, gebed, even in de Bijbel en dan onze litanie en dan samen met elkaar de voeding, de seniorburgers happen en daarna fruit en daarna gezellig samen zijn met onze YPD jongeren band. Okay, ik heb gemerkt dat jullie ook een pakket hebben overhandigd bestaande uit reinigingsmiddelen, no? Ja, dat is inderdaad zo. Elk jaar zijn we verplicht als gemeente iets sociaals te doen voor de gemeente terug. We moeten eigenlijk teruggeven. En we hebben dit jaar gemeend om het bejaardentehuis Rust en Werk te gedenken. En de middelen om aan al die spullen te komen, hoe zijn jullie gekomen aan de spullen? Dat zijn de donatie van de kerk, de missionary zelfs, de dames. Door hun maandelijkse contributie. Daaruit is het gefondst. Okay, jullie zijn tevreden met hoe de dag is verlopen? Ja, absoluut. Ik mag als president van de missionary van de Shiloh Amekerk tevreden. Ik ben ontzettend tevreden met het behaalde resultaat. Namens de Shiloh Amekerk willen we u deze kleine gesten overhandigen, schoonmaakmiddelen, voor uw bejaardentehuis. We wensen je heel veel succes. Het werk dat je hier doet is echt uit liefde. Alleen liefde voor je medemens kan je dan zover brengen om dit te doen. Bij deze wil ik u een wasverzachter overhandigen. Dank u wel. En bij deze dan gaan de oudjes extra lekker en zacht voelen in hun kleding. Okay. Alsjeblieft. Dus nog zachter zou ik kunnen zeggen, yes. Omdat ze zich al zacht voelen. De zorg die we geven, heel extra en hiermee nog extra. Heel hartelijk dank namens de senioren en de verzorgsters. Heel hartelijk dank. Ook de dag, laat me het zeggen, vanaf het begin. Toch, ik ben heel verrast en ontroerd. God zegen jullie werk. Ga zo voort. Dank u wel. Lucia Casampaviro, directeur van Rust en Werk, zegt dat de steun van de Missionary Society van Shiloh AMEC aan het tehuis haar heeft ontroerd. Zij is blij te zien dat er nog mensen en organisatie met hun hart op de juiste plaats zijn die aan deze groep denken. De viering van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid zal geen internationaal tintje krijgen. De regering heeft door de precaire financiële situatie besloten om in tegenstelling tot voorgaande keren bij deze viering geen buitenlandse staatshoofden en andere gasten uit te nodigen. De viering krijgt wel een landelijk karakter. Er komen ook geen muziekgroepen uit het buitenland. Wij gaan de tering naar de nering zetten. Met de weinige middelen gaan wij toch 40 jaar onafhankelijkheid herdenken, zei voorzitter Henk Herrenberg van de commissie Viering 40 jaars Revidentie vrijdag op een persconferentie. Er is 1,8 miljoen uitgetrokken voor de viering met een mogelijke uitloop naar 2 miljoen SRD. De districtscommissarissen zullen niet aanwezig zijn bij de bijzondere vergadering van de Nationale Assemblée die op het onafhankelijkheidsplein belegd zal worden. Bij wijze van bezuiniging is besloten de DC's op hun standplaats te houden om de festiviteit daar te leiden.
Omdat er overal in Suriname gepensioneerde ambtenaren woonachtig zijn, heeft de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst, BBGO, gemeend zijn vleugels uit te breiden naar de districten. Hiermee wil volgens de BBGO-voorzitter Renate Wouden-Buwandas de Bond overgaan tot decentralisatie. Gisteren is het afdelingsbestuur van Nikeri, die een trekkersrol zal moeten vervullen, geïnstalleerd in de vergaderruimte van Hotel Pakhap. U hoort de BBGO-voorzitter die het waarom van een BBGO-afdeling in het district aangeeft. Bij deze wordt u weder geïnstalleerd als de zijde afdeling van BBGO in Nikeri. We hebben het al gezegd, het is veel werk aan de winkel. De bedoeling is dat u allen met anderen gaat samenwerken aan een heftige ledenwerving, want we hebben om dus een aantal zaken te kunnen doen voor gepensioneerden. En dan denken we niet alleen maar aan het financiële, maar ook aan hun welzijn en ook natuurlijk aan hun welvaart. Om het officieel te doen vandaag, willen wij aan u overhandigen het statuutje van BBGO. Wij overhandigen aan u de historie van de Bond, van BBGO natuurlijk. En ook het concept, geen concept, het beleidsplan dat we hebben uitgeschreven van 2017. Dat krijgt u dus vandaag van ons. Wat we via de post voor u gaan sturen, is dat het staatsbesluit dat getekend is van het welvaart vastmaken van de pensioenen. Dat hebben we dus pas ook ontvangen hoor, dat moeten we dus ook met eerlijk bij zeggen. Het is al getekend in de wat we pas ontvangen, dus we sturen dan ook een kopie daarvan voor u. Mag ik u alvast feliciteren en u dit aanbieden. Ja. Tot nu toe is het zo dat alles gebeurde in Paramaribo. Maar wat de wouden dat de gepensioneerden dan indiceren, zij hebben dus ook de behoefte om dus van tijd tot tijd bij elkaar te komen en dus na te gaan van wat zijn hun wensen. Maar de wensen van de gepensioneerden van Nikeri zullen natuurlijk verschillen met de wensen van de gepensioneerden dus in Paramaribo. Los natuurlijk van de algemene wensen dus die alle gepensioneerden dus hebben. Want de bedoeling is niet alleen dat BBGO dus een strijd of zich opwerpt om alleen maar de financiële belangen van de gepensioneerden dat te behartigen, maar we zorgen ook voor een stukje welzijn en welvaart voor onze leden. En we merken dat gepensioneerden vaak gaan vereenzamen wanneer ze dus na hun pensionering niks om handen hebben. En wij hebben ons afgevraagd, wat zou je dus daaraan kunnen doen? Wij in Paramaribo hebben elke dag activiteiten voor onze leden, maar we bouwen dan een Nikeri. Wat moet er dan gebeuren in Nikeri? Wat zijn hun behoeften? Wat kunnen ze allemaal dus doen? Dus wij willen ook ervoor zorgen, samen met afdeling Nikeri, dat gepensioneerden, gelet dus ook op hun ervaring en op hun kennis, dat ze gaan verkopen thuis. Maar dat ze op een andere manier hun kennis en hun ervaring kunnen delen met anderen. Met hun leeftijdsgenoten, maar ook met anderen. In feite, kortom, we willen niet hebben dat seniorenburgers worden gezien als een vergeten groep. Als een groep dat eigenlijk niet meer meetelt in die samenleving. Dat willen we niet. We willen ze erbij betrekken. En daarom dan vandaag de installatie van de afdeling in Nikeri. Het is natuurlijk een prachtige terrein voor hun. Het is pionierswerk voor hun. Maar we hebben er volle vertrouwen in dat deze drie mensen het goed zullen doen, elkaar goed zullen trekken. En dat we dus na een paar maanden een aantal gepensioneerden welkom kunnen heten als BBGO-lid. Het voorlopig bestuur van de BBGO Nikeri bestaat uit Nirmal Badlu, Rita Chotu Sanchit en Kenneth Donk. Nikeri begint 40 jaar Srividensi met een sporttoernooi. De Srividensi-commissie Nikeri heeft daartoe gisteravond het startsein gegeven. Het wordt een interdepartementen- en bedrijven sporttoernooi dat op de dag van de onafhankelijkheidsviering wordt afgesloten. 7 departementen en 3 bedrijven doen mee aan het sportevenement. Op het kunstgrasveld is begonnen met minivoetbal.
districtscommissaris Wedprakash Julum Singh, die de aftrap heeft gedaan, zegt dat saamhorigheid tussen collega's wordt bevorderd door sport. Voor vandaag staan er volleybalwedstrijden op het programma. Veldvoetbal, domino, troefkool en dammen zullen tijdens het toernooi ook aan bod komen. De ministeries van regionale ontwikkeling, landbouw, veeteelt en visserij en financiën doen mee samen met de penitentiaire ambtenaren, de politie, de brandweer, het Lakshmi Prasad Mongra Streekziekenhuis, de EBS, SWM en de banken. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten. Blijft u afgestemd voor het buitenlandse gebeuren. Continu krediet voor iedereen die een flexibeler levensstijl. Met het Finabank Continu krediet heeft u te allen tijde extra middelen ter beschikking als zekerheid voor onvoorziene uitgaven. Het Continu krediet biedt zekerheid in moeilijke momenten en geeft u net die financiële armslag die u nodig heeft. En wanneer u geen extra middelen nodig heeft, betaalt u ook geen rente. Uw voordelen: de beschikking over extra middelen zodra u daar behoefte aan heeft. De gewenste extra middelen zijn direct ter beschikking. Geen wachttijd. U betaalt alleen rente indien u gebruik maakt van de extra middelen. Bel, kom langs of bezoek www.finabanknv.com voor alle informatie. Uw aandacht voor het buitenlandse gebeuren. De Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen vrijdagavond in Parijs opgeëist. Dat gebeurde zaterdag door middel van een ongedateerde videoboodschap waarin aanvallen worden aangekondigd. President François Hollande bevestigde zaterdagochtend dat IS de aanslagen heeft uitgevoerd. De aanslagen vrijdagavond vonden nagenoeg rond hetzelfde tijdstip plaats op 7 verschillende plekken in Parijs. Bij de aanslagen zijn zeker 120 dodelijke slachtoffers gevallen. 180 mensen raakten gewond, waarvan 80 er slecht aan toe zijn. President Hollande heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In New York zijn vrijdagavond de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Dat volgt na de aanslagen in Parijs, waarbij zeker 120 mensen om het leven zijn gekomen. Hollande sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers. Hij riep het Franse volk op sterk te zijn in deze moeilijke situatie. Tegenover deze verschrikking staat een natie die weet hoe zij zich moet verdedigen en die deze situatie aan kan, aldus de president. De terroristen die zich installé notamment dans un lieu tout près d'ici ont été tués. Et je veux aussi dire notre admiration à l'égard de tous ces services, médecins, pompiers, protection civile qui se sont dévoués tout au long de la nuit pour venir en aide. Il y a de nombreux blessés, des blessés graves, des blessés choqués par ce qu'ils ont vu. Alors, nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Parce que quand les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie, une France rassemblée, et une France qui ne se laissera pas impressionner, même si aujourd'hui, elle exprime une émotion infinie à l'égard de ce drame et de cette tragédie qui est une abomination parce que c'est une barbarie. Kijkers en luisteraars, tot zover SBS Reports met de complimenten van Finabank. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.